samenwerken met de technische partner van Nederland. Voor de tweede keer op rij is RB2 verkozen tot het beste digital production agency in de e-merse 100. En om dit te vieren geven wij onze discovery fase weg, waarin we het fundament voor jouw online uitdaging neerzetten. Meer weten? Kijk op rb2.nl/e-merse. RB2. We develop. Wetenschap vandaag. Wat zorgt er nou voor dat het ene dier maar een dag leeft en het andere tientallen jaren? En waarom worden sommige mensen heel oud en andere weer niet? Daar gaan we het over hebben met Carlijn Meinders, onze wetenschapsredacteur. Carlijn, ja, dat lijkt me nou niet de makkelijkste vraag om te beantwoorden. Zeker niet, zeker niet. Ik ga ook niet beweren dat we het antwoord nu hebben gevonden. Maar ik heb wel heel lang gesproken met onderzoeker Thomas Vlat van de Universiteit van Freiburg. Hij weet een heleboel over evolutionaire biologie. Dus tijd voor een soort mini-college, zou ik willen zeggen. Eerst werd gedacht dat veroudering gewoon een kwestie was van de aftakeling van het organisme. Hoe ouder organismen in een populatie zijn, hoe minder vruchtbaar en hoe meer sterfte. En per dier verschilt het hoe die aftakeling verloopt. Maar toen was daar de genetica, de invloed van genen en de manipulatie ervan. Meer en meer kwam er ook aandacht voor de invloed van genen op veroudering en werden er experimenten gedaan met bijvoorbeeld het C. elegans wormpje. They discovered over time that they could find single mutations in single genes. That when that gene is mutated in a particular way, these worms, for example, would live way longer than they would normally do. En werd er toen ook al gekeken naar een link met mensen? Ja, ze zagen inderdaad dat wij die genen waarin die mutaties werden gevonden ook hebben. Maar dan kun je nog niet gaan testen of dat in het mensenlichaam hetzelfde werkt. Je kan niet gaan zitten prutsen met mutaties om te kijken of mensen dan misschien langer gaan leven. En dus gingen ze één treetje hoger naar de fruitvlieg. Daarin zagen ze zelf de mutaties. Ja. In deze genen zorgden voor een langer leven van de fruitvlieg. Dus langzaam werd duidelijk dat veroudering niet compleet verschillend is ook per dier, maar dat er wel eens overlap zou kunnen zijn. Toch leven ze totaal niet even lang. Dus hoe kan dat dan precies? Over waarom dat zo is, zijn zeker ideeën, bijvoorbeeld invloed van omgeving op evolutie. For example, in a super risky, dangerous sort of environment where you're surrounded by many predators and life is very dangerous and there might be pathogens and other things, it might not pay off for a species, for an organism to invest a lot into living long simply because you might, you know, have a high risk of dying because of extrinsic reasons from the environment, right? Okay, dus gevaarlijke omgeving, korter leven? Ja, als je veel risico loopt om opgegeten te worden, dan kun je maar beter in rap tempo volwassen worden, zo snel mogelijk, zo veel mogelijk voortplanten en dan snel het stokje doorgeven. Maar dat verklaart lang nog niet alles. Bijvoorbeeld waarom er tussensoorten die veel op elkaar lijken zulke grote verschillen zijn, of waarom er binnen één soort enorme verschillen zijn. Denk bijvoorbeeld aan sociale insecten als mieren, bijen en termieten. It's well known that, for example, ant queens can live for a very long time. You know, often 20 to 30 years, pumping out thousands and thousands of eggs, you know, over their entire lifespan. And so they can live incredibly long. But the lifespan of the workers, which are genetically closely related to the queen, is like at least the order of magnitude, if not two, shorter. And so these workers often only live, you know, a few weeks or months, perhaps. And the queens live much, much longer. Queen live much longer. Wat voor leven heeft zo'n koningin nou? Ja, nou, niet een heel fijn leven als je dat zo hoort. Want ze is haar hele leven bezig met kinderen maken. Ja. Het is best wel gek, want bij veel organismen geldt hoe meer kinderen, hoe korter het leven. Zelfs bij mensen is daar bewijs voor gevonden. Al weten ze nog niet precies waarom dat nou zo is. Het geldt voor mannen en vrouwen namelijk. Maar goed, bij sociale insecten is dat niet zo. Daar leeft de koningin en heel lang en ze maakt heel veel kinderen. Maar is dat wel een goede vergelijking? Want zij heeft een heel team om zich heen. Where the workers that are genetically very closely related to the queen actually sort of protect the queen probably from you know, predation. The workers do nest cleaning and hygiene. They feed the offspring and so forth. They do a lot of tasks that the queen does not need to do. And so maybe the queen can save the energy and invest it into living long and reproducing a lot.
Ja, zo kan ik het ook, Carlijn. Ja, precies. Flat zijn. Misschien moet je het ook anders zien. De kolonie als een soort superorganisme waarbij het geheel aan werkers en helpers vervangbaar is. Net als ons lichaam en die koningin. Het DNA is de levenslijn die altijd maar weer wordt doorgegeven. Maar nou was Flat betrokken bij een onderzoek waarin werd gekeken die mutaties in genen die ervoor zorgen dat wormpjes en fruitvliegen langer kunnen leven. Vind je die dan ook in deze sociale insecten? The same genes exist. But from this research and other people's research, we have the impression that maybe even though social insects have some of the same longevity genes, that they might be wired and regulated somewhat differently. Ja, maakt dat deze groep insecten extra interessant om naar te kijken? Ja, zeker als het aankomt op veroudering dus. Nou is Flat zelf expert op het gebied van de fruitvlieg. Hij is aan het kijken naar veroudering en het immuunsysteem. Ze zagen in recent onderzoek bij fruitvliegen die langer leven, namelijk een verschil in genen die een rol spelen bij dat immuunsysteem. Dat was nieuw. Van andere genen wisten we het al wel dat ze belangrijk waren. Bijvoorbeeld genen die achter insulineproductie zitten. Maar van deze wisten we dat nog niet. Dus dat immuunsysteem is wellicht nog veel belangrijker dan we dachten. Daar lijkt het wel op. Nou, hoorde je het al een beetje op heel veel dingen? Weten we het antwoord dus nog niet. Maar deze week kwam ook een studie naar buiten over genen die een rol spelen bij het aanmaken van eiwitten in cellen. Bij fruitvliegen wisten we al dat ze een rol spelen bij veroudering. Nu hebben ze dat ook bij mensen aangetoond. Dus al die puzzelstukjes vallen langzaam op hun plek. Al zal deze puzzel misschien wel nooit helemaal af zijn. Dankjewel, Carlijn. Samenwerken met de technische partner van Nederland. Voor de tweede keer op rij is RB2 verkozen tot het beste digital production agency in de e-merse 100. En om dit te vieren geven wij onze discovery fase weg, waarin we het fundament voor jouw online uitdaging neerzetten. Meer weten? Kijk op rb2.nl/e-merse. RB2. We develop.